Nico, leuk dat we hier weer zijn voor een, een nieuwe aflevering van Revenue Lab. Alles in orde? Zeker. Uh, we gaan vandaag nog eens de social kant op. Ja, zeker. Dat is uh, lang geleden, denk ik. Het is al ja? eventjes geleden. Ik zou er geen aflevering nu op kunnen plakken. Ja. Maar uh, we hebben een paar keer kort op elkaar de vraag gekregen: van ja, we ja. kunnen we zoiets nieuwe best practices uh, rond het gebruik van LinkedIn uh, delen? Um, je zou er de, de Stempel Social Selling op kunnen plakken. maar ben ik persoonlijk minder van, van maar we zullen daar ook even fileren wat dat juist betekent. Ja. Uh, maar, dus, effectief hoe dat je LinkedIn professioneel kunt gebruiken om, uh, ja, u, om zichtbaar te zijn en uh, ja, mogelijke prospects aan te wakkeren of enthousiast te maken van iets outreach naar u te doen en niet per mm. se de, de, de cold selling op, uh, op LinkedIn zitten doen. Ja. Ja, dus je komt elke keer wel wat terug. Zo net na de zomer, na de, de vakanties komt dat zo terug. Dan hebben ze even tijd om over na te denken. Ik zou er nog eens iets mee moeten doen en ja. plannen voor volgend jaar aan maken. Um, en inderdaad, veel op dat de afgelopen weken wel uh, de vraag veel kwam. Ja. Oké, okay, ja, dan gaan dat we, dat we, er, we er eens doorduiken, hè? Ja. Goed. Social selling. Ah, misschien heb ah, ja, de een term. Even, uh, ja, want ik denk dat dat de, de vaakst gebruikte is. Ja. Uh, dat we daar misschien even op inzoomen. Want ja, er. Er zit dan wel het woord selling in, maar in principe is het niet per se de bedoeling om daar letterlijk uh, te gaan pitchen en te gaan uh, verkopen in uw posts of in uw social activiteiten. Nee, nee, nee. Ik denk dat veel dat ook wel die, uh, zij die uh, regelmatig uh, LinkedIn actief zijn uh, of op andere uh, sociale kanaal natuurlijk het idee is wel hetzelfde. Gaan hebben daar kennen is uh, het feit dat ze regelmatig uh, connectieverzoeken krijgen om dan uh, onmiddellijk het bericht nadien een overzicht te krijgen van het aanbod. Um, ja, er zie je een dag van vandaag. Denk ik er zoveel, dat zie je heel snel door. Um, en dat is zeker niet hè, wat we social uh, setting noemen. Mm -hmm. um, wij bekijken het vaak meer als een manier, en we hebben nog geen en een term voor. Ik denk dat het ook niet altijd een andere term hoeft te hebben, maar het idee dat je op LinkedIn actief bent om uh, relevante mensen te vinden, om mensen daarop uh, ja, te. Te educeren, eigenlijk, vertrouwen, op te bouwen. vertrouwen op te bouwen en eigenlijk, um, mensen slimmer te maken. op basis van de inzichten die gedeeld zijn. en op die manier en dat vertrouwen te hebben. en uh, de kans om misschien voor hen ook iets te betekenen. Um, maar dat moet wel de mindset zijn eigenlijk, van anderen helpen. om in hun job succesvol te zijn. vanuit onze kennis die wij hebben om hen verder te helpen. Er draait uiteindelijk om, en het stellingverhaal is eigenlijk totaal fout dat dat erin zit, want mm. um, dan kom je er met een verkeerde uh, mindset in. Wij zeggen, wij zeggen eigenlijk altijd van, hoe kunnen wij de persoon die wij graag zouden willen veel helpen, hoe kunnen wij die al op weg helpen via de content of de dingen die we delen op LinkedIn, de dingen waarop we reageren binnen LinkedIn, en dat is de mindset. Hoe kunnen wij de persoon aan de andere kant op een goede manier helpen of een inzicht geven? Wat we hier doen is eigenlijk hetzelfde, we proberen onze inzichten of onze dingen die we zien in onze wereld, proberen wij we te vertalen naar marketeers of salesmensen die, die daar heel veel interesse rond hebben. En dat is de mindset. Hè? En het gaat totaal niet over setting. Het gaat totaal niet over setting. Nee, inderdaad, dus het hm. gegeven van een connectieverzoek uitsturen en dan direct een overzicht van de producten en de diensten te krijgen, dat is niet het idee. Hm. Uh, het is een meer een lange termijn approach, denk ik. Lange termijn uh, approach, inderdaad. Het gaat niet over op korte termijn, zo snel mogelijk, uh, het aanbod uh, in de LinkedIn Inbox krijgen. Uh, daar, daar gaat het eigenlijk allemaal niet over. Hè? Ja. Uh, die, die tactiek, die Konden misschien vijf jaar geleden nog wel soms werken, maar dat is een, uh, vandaag zeker niet meer de uh, best practice. Ja, dus het is ook uh, zo dat gimmicky gegeven van, uh, daar zijn we wel voorbij, denk ik. Het is, het is echt een, ja, iets dat je moet omarmen voor, om voor een langere tijd te doen mm -hmm. en dan zien we dat werken. Maar als je zegt, ik ga nu voor een maand, is heel hard social cellen. Ja, dan, dan kun je er beter niet aan beginnen. Het is geen vervanging van de cold call. Dat is nee. wel heel belangrijk, denk ik. En soms merk je dat dan nog wel de interpretaties van ah, we willen social selling doen. In die term komt dat soms wel nog voor. Uh, want cold calling werkt niet meer. Ja, maar wacht, het is geen vervanging van cold calls, want dan werkt het ook niet. Dus je moet eigenlijk, je mocht er zo niet naar kijken. Um, en het is ook niet, en dat is ook wel een belangrijke ding: het is geen, geen magische methode inderdaad om, om sales, uh, resultaten of meeting, geboekte meetings te verhogen. Dat is het dus ook allemaal niet. Hè. Uh, dus denk het is belangrijk dat we dat nu even wel, al, ja, ja. voordat we er aan beginnen, <laughs> dat we die mindset al even, dat is misschien een stap één, probeert die mindset al ja. om te draaien en probeert echt te kijken hoe kan ik iemand op lange termijn, op lange termijn helpen in zijn. Job met de kennis en de expertise die wij hebben. daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, dat is al een goede uh, eerste, het is een mindset ja. inderdaad. Oké, okay. uh, waar beginnen we? Nu dat de mindset goed ziet. Ja. ja, je hebt voor mij drie bouwblokken. Dat is misschien even een goede okay. intro om te is geven. Goed. Je hebt je profiel waarmee je een beetje kunt aantonen uh, wat, wat je juist gaat delen voor wie dat je relevant bent, mm -hmm. uh, je hebt manieren om je netwerk uit te breiden. Uh, stelselmatig. En dan heb je uiteraard de inhoud, de content dat je brengt. Oké. Okay. Dat lijkt me een goede kapstok misschien. Ja. Begin bij begin, profielen even beginnen. Ja. Ja. Ik denk uh, Ja, misschien absoluut de basis, dan kunnen we op een paar extra features uh, in, ingaan. Ik denk wat dat heel veel mensen nog doen, uh, is uh, LinkedIn ook op een redelijk traditionele manier gebruiken en hun functietitel in hun beschrijving zetten. Ik zeg maar iets, hè. Ik kan even heel snel voorbij dat je een deftige profielfoto moet hebben. Dat je... Idealiter ook een, een featured image of een header image hebt. Dat, daar ga ik vanuit dat je dat hebt. Uh, maar wat dat ik vaak nog zie dat een optimalisatie zou kunnen zijn, is je uh, beschrijving als een regel zodat je kunt toevoegen van ja, wie dat je juist bent, wat dat je doet. Ik denk dat dat heel vaak wordt ingevuld heel steriel met de functietitel van wat dat mensen doen. Uh, terwijl uh, in een ideaal scenario kunnen mensen daar al een beeld krijgen van de toegevoegde waarde dat ze van u mogen verwachten. Dus probeer daar even uit te zoomen en te zeggen: Ik ben. Uh, ik breng dit soort informatie voor mensen die met deze uitdagingen struggelen of, of worstelen in deze sector. Of een variant daarvan. Maar ja, dat is het eerste dat mensen zien. Daarmee moeten ze al tot u aantrekken om u mogelijk te beginnen volgen als creator, als iemand die kennis of expertise deelt. En de kans wordt gewoon iets kleiner als, ze, als daar niet helemaal duidelijk is wat dat juist uh, gaat delen en mogelijk met welke frequentie. Ja. Dus dan dat is al een eerste ik op profielbasis. Ja, werk van zou maken van er eenmalig even te kijken als ja, dat er niet met een functietitel, maar als dat er iets meer inspirerend. Ja, ja, ja inderdaad. Hè. Uh, ja, misschien een makkelijk voorbeeldje. Stel dat je uh, een salesmanager zou zijn van een eventbureau. Je kunt dan zeggen, ik ben salesmanager bij een eventbureau. Of je zegt, ik help bedrijven een fantastische uh, eventbeleving uh, te, voilà. te creëren. Iets, hè. Even dus, concreet. Wat is ja. mijn meerwaarde tegenover uh, de persoon die we helpen? Ja, Ideatieps voor met, onvergetelijke events of zoiets. Zoiets, ja. hè? Ja. We proberen inderdaad altijd naar de, naar de, de toegevoegde waarde, dat is met me goed gezicht de toegevoegde waarde naar de, de persoon aan een andere kant te vertalen. Ja. In elk ding, hè. De, uw beschrijvingen, uw functietitels, uw, 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 uw uh, lijntjes onder uw naam bijvoorbeeld. Ja. Hm. Goeie. En, dat, dat komt al vaak niet voor. Dat, komt nee, niet nee, vaak nee, voor. dat is al ja. een dat je nu kunt aanpassen en dan zit je voor op 90% van de rest. Um, ja. Ook een dat je kunt gebruiken is het aanzetten van creator mode. Uh, en je kunt LinkedIn gewoon gebruiken, redelijk passief, redelijk standaard. Of je kunt zeggen heel bewust naar LinkedIn toe, ik ben een creator. Dus aanhalingstekens. Um, en gewoon doordat je dat aangeeft, dan gaat hem je... Ook weer een Engelse term, discoverability, maar de, de, de mate waarin je je profiel ontdekt gaat kunnen worden of naar voren gaat worden geschoven, gaat dan ook ietsje groter zijn. Je gaat ook toegang hebben tot een paar features en toeters en bellen van LinkedIn voor creators. Uh -huh. uh, maar gewoon het al aangeven van ik ben, dan gaat dat aan je rapportage iets veranderen, maar dat heeft allemaal niet al te veel impact. Maar dan gaat het in ieder geval sneller naar voren worden geschoven. Dus dat is ook weer een hele goeie, want ja, je wilt natuurlijk opgepikt en ontdekt worden. Mm. Dus creator mode. Het is maar een kleine toggle, maar ik zou hem aanzetten. En dan kun je daar ook weer uh, ja, gemakkelijker, uh, gemakkelijker mee weg. Ja. Uh, eentje dat jij ook vaak doet, denk ik, is zo... Uh, die doe ik nu minder, maar inderdaad, het is wel een goede tip eigenlijk. Is het, uh, het aanduiden over wat je uh, vaak praat. En ook in je profiel zelf het featured-stuk uh, ja. goed benutten. Hè? Dus eigenlijk, uh, dat is denk ik net onder je... Uh, onder uw naam, denk ik, kunnen ze een paar artikelen uitlichten, gefeatured uh, maken. En dan probeer je, probeer je altijd wel gerichte, um, gerichte ja, artikelen of gerichte actiepunten neer te zetten, die eigenlijk voor je doelgroep de belangrijkste zijn. Hè? Ja, je kunt daar externe links of documenten dus linken en dan kunnen je ja. daar video's zetten, um, Tink Content, hè, dat in een volgende fase zit. Dat ze bijvoorbeeld iets kunnen downloaden of aanvragen, of een gesprek mogelijk inboeken, een gratis sparringsessie mm -hmm. uh, Dat zijn dingen dat je daar ook wel met een visual heel duidelijk kunt aangeven. Probeer niet een stap terug te zetten, maar probeer te kijken, oké, okay, mensen die geïnteresseerd zijn in mijn profiel bezoeken, wat zou een volgende logische stap zijn dat ze kunnen nemen um, en daar naartoe linken. Ik denk dat er drie zichtbaar zijn, je kunt er meer toevoegen. Maar probeer er dat drie relevante zichtbaar te maken en dan heb je weer een manier waarop dat mensen de volgende stap kunnen nemen. Mm. Dus dat is sowieso een goeie. Misschien nog een laatste, je kunt ook aan je profiel tot, tot vijf topics toevoegen. Ja. En dat die in hashtagvorm ook bovenaan je profiel verschijnen. En dat gaat ook weer je vindbaarheid uh, verhogen voor de topics die dat je aanhaalt. En voor mij bijvoorbeeld is dat B2B-marketing. Um, voor een klant waar dat we uh, recent ook de, de training zijn gaan geven, de LinkedIn-training, is dat bijvoorbeeld... Uh, wat goed kwijt zijn? Het was iets... Uh, uh, het was lubricants, ja, het was uh, uh, voor smeermiddelen en, en, en olieoplossingen. Naast dat er ook redelijk veel uh, topics rond werden gedeeld. Uh, dus ja, als ze dat dan aangeven in hun profiel, dat ze daar expertise rond delen, is dat ook weer een signaal naar LinkedIn toe om aan te geven, oké, okay, die zijn er veel mee bezig. Als het daarover gaat, dan gaan we dit profiel waarschijnlijk of eerder naar voorschuiven schuiven dan een profiel dat dat niet heeft aangegeven. Ja. Ook niet zaligmakend, er is heel weinig inzicht in ja, hoeveel procent impact dat nu maakt, maar ja, je kunt er tot vijf doorgeven. Dus probeer vijf relevante hashtags of topics te selecteren om je profiel meer zichtbaar te maken. Ja, ja misschien even wel, uh, kort aanhalen: we hebben het hier altijd over persoonlijke profielen. Ja. hebben we eigenlijk nog niet even gehad, maar misschien wel even dat eerst ook benoemen. Volgens ons, en dat is ook hetgeen wat we zien, is, draait het eigenlijk allemaal over de personen die natuurlijk aanwezig zijn op LinkedIn. He, dus als het over social setting gaat, ik had ga het woord zo zeggen omdat ze het zo, tegen, hè, zo, zo aanhalen, dan gaat het vaak echt over hoe kunnen wij als personen uh, meer mensen bereiken. Want eigenlijk, we zien vaak bij company pages super interessant om bij algemeenheden te delen en eigenlijk uh, zelfs maar op de hoogte te blijven van wat echt een echte impact zit echt op, op uh, persoonlijk niveau. Uh, daarom dat wij vaak zeggen, als je echt heel actief wilt zijn met LinkedIn, uiteraard moet je je company page onderhouden om eigenlijk je nieuwste komt makkelijk vindbaar te, te maken en hè, de nieuwste aankondigingen enzovoort. Dat, dat is denk ik wel een heel goeie. Maar je ziet dat, we zien bij far dat je het meeste bereik hebt uh, met persoonlijke accounts. Hè. En daarom dat we hier ook vandaag spreken over, hoe kunnen in de eerste fase je, je profiel al uh, up-to-date en, en correct zetten, zodat dat je er als een personal brand eigenlijk goed uitkomt. Um, en dan biedt een paar tactieken om, om daar dan echt heel gericht volgens de structuur mee aan de slag te gaan. Maar we hebben het niet gehad, nog niet gehad over company pages. Omdat we in het hele social verhaal in het opbouwen van een netwerk en in je uh, uh, cirkel groter maken, zien we dat eigenlijk company pages in heel weinig gevallen echt een grote toegevoegde waarde hebben op dat moment. Nee, het is een dit gegeven, dat social setting gegeven. Ja. Uh, dat Vertrekt vanuit het persoonlijke. Persoonlijke he? en, ja, en alleen, dat is van een, een cijfer doen. langs ons. Wij zijn actief met de twee, de persoonlijke pagina's en de company pages. En je ziet daar 90% van het bereik uit de persoonlijke profielen. Komt. Ja, zeker. Um, dus het is ook daar dat je de, de het vertrouwen wilt opbouwen, de band wilt opbouwen. Company page moet je onderhouden, moet je gebruiken. Ja. Uh, maar de groei gaat dan wel zitten in de persoonlijke profielen. Ja, en dat is goed voor de campagnes bijvoorbeeld, om je bereik nog verder uit te bouwen. Maar uh, ja, de meeste toegevoegde waarde zal daar zitten op persoonlijk niveau. Dus voilà. Um, maar dat is een goede aanvulling, Nicky nog. Als het over profielen gaat, ik denk, uh, denken wij aan nog dingen. Uh, het, het volgen van die hashtags, maar daar heb je het eigenlijk al over gehad. Uh, een belangrijke. Um, aanbevelingen, dat is ook wel eentje die uh, vaak op een profiel leeg zijn, Maar dat doen wij, moet ik zeggen, doen wij niet meer zoveel. Dus, uh, zodat je recommendations helemaal onderaan je profiel hebt aangevuld. Dat doen wij eigenlijk niet standaard, want we zien dat daar niet zoveel mensen nog bij stilstaan. Ja. Vooral op dat eerste stuk van een profiel. Uh, Wat staat hier voor? Wat vind je belangrijk? Waar help je mensen in? Um, dat zijn toch wel de dingen die het meeste impact maken. Hè. Hetzelfde met die foto en dan die een header hè, ja. image. Dat zijn degenen die het meeste en de eerste een indruk geven over wie dat je zei en waar dat je eigenlijk een uh, verschil moet maken in, in je wereld. Ja. ja. Oké, okay. okay, top. Dus dan is dat in orde. Het profiel is iets grot grotendeels Zit je in orde. Je hebt, je kunt verder. En dan moeten we natuurlijk uh, daarmee starten. Hoe bouwden nu. Ja, hoe bouw je nu die nachtenbaan die op? Hè? En eigenlijk proberen we dat, denk ik, vaak heel hard te vereenvoudigen. Hè? Ik denk dat bij drie stappen... Uh, eigenlijk, eigenlijk moet je een routine bouwen. En dat, is eigenlijk, dat, is dat, dat is het eigenlijk. Je moet een soort habit bouwen waar dat je al, drie dingen elke dag of elke week, afhankelijk van hoe snel je gaat kunt schakelen, um, probeert te doen. Hè? Stap één is elke dag ervoor zorgen dat je je netwerk wat uitbouwt. Dat kan eenvoudig zijn. Hè? Dat is eigenlijk gewoon uitsturen van... Uh, verzoeken naar mensen die voor u relevant zouden kunnen zijn. Ja. Hè? Ik zou dat ook zeker niet te zot maken. Ik nee. denk dat er een limiet zit op maandbasis. Uh, maar ik denk als je een 1 tot 3 verzoeken per dag kunt ja. uitsturen, ja. weten dat, dat ongeveer de helft zal aanvaard worden, denk ik, dat dat vandaag eraan zo, zo is. Uh -huh. um, dan denk je dat het allemaal goed is om, ja, stel voor dat je er uh, 90 uitstuurt, op het einde van de maand um, heb je wel 45 extra connecties erbij. Die je dan weer mogelijk kunt overhevelen naar je company page. Maar begin daar eens mee van persoonlijk te denken: van oké, okay, uh, ik ga elke dag op zoek naar één tot drie relevante profielen, eerste of tweede graadse connectie, dus waar je op een realistische manier ook wel een band of een intro bij hebt. Uh, en niet gewoon uh, bulk, maar effectief wel even tijd ervoor besteden, dat kan op een 10 minuten natuurlijk. Uh, dat je kijkt uh, binnen je netwerk of binnen de connecties dat je al hebt, met wie zou ik graag verbonden zijn. Vanuit en met een achtergrond uh, welke producten of diensten dat we hebben. Niet om dan direct te verkopen. Maar dat je natuurlijk, ik um, zeg maar het zoem, uh, je hebt een, uh, een, een high-ticket B2B-item en je zou met allemaal studenten zitten connecteren, ja, dat maakt heel weinig uit als je geen. Uh, uh, stagestudenten zou aan het zoeken ja. zijn. Als het echt voor hun business is, dan moeten we wel kijken dat dat mensen zijn die binnen relevante bedrijven werken, die dat daar de relevante functietitels uh, hebben of de relevante verantwoordelijkheden. En dat zijn dan de mensen waar dat je mee probeert te connecteren. Je ziet heel vaak bloated accounts uh, waar dat waarschijnlijk 90%, 90 van dat netwerk ja, op geen enkele realistische manier ooit iets zou, zou kopen of nood zou hebben aan. Dus probeert die 1 of twee, 1, 2, 3 uh, connecties, uh, connectieverzoeken op de e uit te sturen. En oh, je kunt er ook weer overboord mee gaan. Voor mij is er geen juiste fout of dat je er nu een tekstje al dat niet bij zet. Um, Ik zou dat altijd doen. Maar alleen, altijd mijn advies doen. zou zijn als je ermee start, uh, om toch even kort in één of twee zinnetjes de, de reason why, waarom dat je het verzoek uitstuurt. Het is, uh, omdat het bedrijf relevant is of, of omdat je in dezelfde sector zit, bijvoorbeeld. Uh, dat kan nooit kwaad, of dat je iemand kent via een gedeelde connectie. Um, moet het dan een boek zijn? Um, ook niet, denk ik. Nee, en als je iets nee, vergeet, nee, nee, nee. ook geen ramp. Ja, het gaat ook niet, denk ik. Je uh, heel beperkt in LinkedIn. Voilà, uh, inderdaad. We um, proberen het misschien even kort er, er een reason why bij te zetten. En als hmm. je het vergeet, dat is geen ramp. Ik denk dat dat ook wel overroepen is. Een uh, oh, connectieverzoek zonder begeleiding, dat dat absoluut niet kan. Maar misschien in het begin, als je ermee bezig bent, dan is dat wel een goede, denk ik. Hmm. Ja, en eigenlijk, misschien even kort om te kaderen. We zeggen nu: er zijn drie stapjes die je kunt doen. Je profiel is op orde. Dan moet je drie stappen doen. Stap 1 is je netwerk stelselmatig uitbreiden. En dat zouden elke, echt, zouden elke, elke dag die stappen moeten lopen, maar dat hoeft niet veel tijd te vragen. Dus wat we nu allemaal gaan vertellen, proberen wij altijd te bundelen op 30 minuutjes. Zoiets, ja. 30 El, minuten per dag. Hè? Elke ochtend 30 minuten per dag. Uh, je pakt 10 minuutjes om inderdaad een volgend profiel laten nodig nodigen om te connecteren. Dat is stap 1. Nu, erbij vermelden, dat, dat hoeft niet altijd iemand te zijn die uh, mogelijk zo ooit een klant zou kunnen worden, maar dat kan bijvoorbeeld ook iemand zijn die in je leefwereld of in je sector een referentie is en die met andere woorden ook wel een netwerk van relevante contacten heeft rond zich. Hè. Dus uh, dat, het zijn die twee sporen: hè. het zijn en um, mogelijke klanten, maar één ook influencers in uw markt uh, of misschien zelfs met. Uh, Collega's uh, op een of andere manier om gewoon elkaar op die manier uh, te volgen en te leren kennen, dus het hoeft niet altijd rechtstreeks een klant te zijn. Hè. Je kunt dat perfect wat breder bekijken. Je moet het echt zien als hoe kan ik mijn, mijn vangnet zo breed mogelijk rond mijn sector zetten. Concurrenten kan interessant zijn, uh, influencers kan interessant zijn, maar ook zeker bestaande klanten, uiteraard, en uh, potentiële klanten uh, op termijn. Dus er je wel, denk ik, een breed. Uh, een brede uitvalsbasis om de juiste ja, contacten te selecteren en om daar elke dag 10 minuten tijd voor vrij te maken. Ja, en als je dat proces wilt, wilt vergemakkelijken, dan kun je een tactiek gebruiken van u, die ik heb geleend, om high-engagers te vinden en, en enkele ja, grotere stemmen binnen uw sector misschien te bookmarken en via hun post te gaan kijken wie dat je er kunt achterhalen. Misschien was het interessant om uit te leggen, want ja, ja, ja. dat vond ik me heel dankbaar. Ja, het idee dat we zeggen eigenlijk, eh, bijvoorbeeld. Um, wie is er, wie heeft er uh, een belangrijke stem in onze sector? Dat is altijd interessant om te zien. En vooral ook om te kijken in de content dat zij posten, wie reageert erop, om eigenlijk te bekijken wie van mijn doelgroep is heel actief bezig. Met LinkedIn en haalt ook veel toegevoegde waarde uit de content die daar wordt gedeeld en wil daar zelf ook toe bijdragen. Maar dat is ook heel interessant om dan in een tweede en in een derde fase in uw netwerk te beginnen toevoegen. Want dan gaat u uw sneeuwbal eigenlijk alleen maar groter maken of u, uw effect alleen maar groter maken. Omdat je met de juiste mensen likt. de mensen die dus eigenlijk ook waarde hechten aan, kennis delen, uh, ideeën uitwisselen. Mm -hmm. uh, en dus eigenlijk inderdaad, de, de mensen die reageren op die, op die personen, dat, zijn vaak, dat is eigenlijk vaak een heel goed vertrekpunt bijvoorbeeld. Want je kunt vaak zeggen, die mensen zouden interessant zijn, maar dat zou potentiële klanten kunnen zijn voor ons. Of potentieel bedrijven die wij kunnen verder helpen. Maar als zij niet de toegevoegde waarde van LinkedIn zien of daar niet actief op willen zijn, dan heeft hij weinig toegevoegde waarde om ze toe te voegen op dat moment. Je wilt eigenlijk gewoon dat enthousiasme van het delen van ervaringen maximaal hebben. En daardoor is hij wel een heel goed vertrekpunt sowieso een, een goeie een, ja. een type dat ik heel denkbaar mee gaan gebruiken uh, nu dat heeft met connecteren uh, te maken uh -huh. um, wat ik ook een, een goede vind om mee nu dagelijks situeel te pakken is minstens één keer per dag ergens een relevante kwalitatieve comment achter te laten ja, dat is op een post van, een, ja. van iemand anders um, omdat je ja, er niet alleen zichtbaarheid mee krijgt. Dus, dus als je de juiste post eruit haalt en je kunt iets toevoegen, zeker doen, dan ben je weer zichtbaar bij die set van mensen die met je post te maken hebben. Maar ook, activiteit wordt beloond uh, bij het zelf plaatsen van content achteraf. Dus ja. hoe actiever dat je bent, hoe uh, streepje voor dat je voorkrijgt eh, bij, bij LinkedIn, voor je post, als je die zelf zou plaatsen, dan gaat je een x-aantal procenten of procentpunten uh, meer bereik krijgen bij de start of zoiets. Uh, uh -huh. Dus de, de zelf actief zijn, uh, je gaat wel invloed hebben op hoe succesvol dat je bent met, uh, ja, met je eigen content of met je eigen post die dat je maakt. Ja. Uh, ja, ik zie zelfs heel veel mensen gewoon zo, zo beginnen. Gewoon zeggen van, ik begin, ik ga ervoor zorgen dat ik... Want, dat merk ik wel vaak, ze hebben nog niet altijd, nog gaan mijn suite. de eigen... Uh, uh, durft misschien, of, of de stap nog niet over om zelf dingen te beginnen uh, delen. En uh, soms is het dan interessant om te beginnen, ik begin al dagelijks met te connecteren en ik begin al gewoon met te reageren. Dat is al een goed vertikpunt. Ja. Dan moet ik zelfs nog niet uit mijn comfortzone stappen om zelf heel veel content te brengen, maar kan ik mijn inzicht of mijn, uh, mijn appreciatie voor de content die anderen delen, al wel een plaats geven en dat zorgt inderdaad al voor uh, een heel uh, sterk bereik. Hè? Als je dat als, als op dagbasis zou doen, daar uh, daar kun je bereik als sterk mee optrekken. En als je een van je comments zou zien ontploffen of, of ja. zien goede engagement krijgen, dan kun, daar... dan kun je er altijd een aparte post van maken. Dus voilà. dat, is, dat is ook een strategie die we vaak zien: dat er ja. heel veel comments meer dan één per dag worden achtergelaten en dat er van de best presterende dat er dan een post wordt gemaakt. Dat ja. zou ook een insteek kunnen zijn, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dus je en... draagt bijsterkt tot je bereik, dat is eigenlijk geen. Hè? Dus ja. delen van reacties uh, is een belangrijke. Ja. Nu, Het hangt er een klein beetje tussen, maar tussen het instellen van je profiel en het beginnen connecteren en zelf posten, vind ik het ook altijd nog interessant om, um, om wat, uh, company pages te gaan volgen. En bijvoorbeeld van een x aantal concurrenten en een x aantal prospects. Ik wil nu het als aantal tien zeggen: nee, dat je vijf of tien concurrenten gaat volgen en een tiental prospects. Um, de company pages daarvan, uh -huh. of relevante profielen bij concurrenten uh, of prospects. Om dat um, door ze te volgen, dan, dan ben je niet per se geconnecteerd met de profielen, dan volg, dan, dan volg je de persoon of de company page. Ja, door te zien wat dat daar verschijnt, ga je ook weer inspiratie hebben voor mogelijk zelf achteraf posts te plaatsen. Um, dat, zou nog, allee, dat zou een tip zijn dat, ik, dat, ik, dat je eenmalig kunt doen of om de zoveel tijd is verversen, uh, concurrente company pages volgen. En dan... Je kunt het ook weer dubbel oppakken. Ik zou los van LinkedIn ook Google Alerts instellen. Uh, voor een x aantal uh, prospects. Omdat als er dan een nieuwsfeit wordt gemeld. of er verschijnt een nieuw artikel. Of, of nieuwe informatie over het bedrijf. is dat ook altijd een goede intro om mee te pakken in je connectieverzoek. Ik heb dit gezien, Proficiat. Uh, is misschien niet leuk om te connecteren. Uh, dat kan dan in Google Alerts. Maar moesten ooit de sprongwagen naar bijvoorbeeld uh, Sales Navigator. Mm -hmm. uh, betaalde oplossing van LinkedIn. Waar je nog wat meer features en toeters en bellen hebt, dan zouden daar bijvoorbeeld ook bepaalde dingen kunnen gaan opvolgen in lijsten. Hè? Ja, 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 ja. Ja. ja, ik vind thuis trouwens een verkeerde naam, Sales Navigator. Ze zouden er iets aan moeten doen, want ik vind dat eigenlijk. Allee, ze hebben dat zo natuurlijk benoemd, omdat ze. Ja, ik snap wel waarom, hè? om het aantrekkelijk te maken sales richting ja. Sales. Maar eigenlijk, uh, misschien even kort daar uh, op inzoomen, Sales Navigator. Want dat is wel relevant, denk ik, in het volgen van wat je nu zegt: het volgen van bedrijven en mensen. Zelfs navigator is eigenlijk zegt een betalende unbetalend, uh, formule van LinkedIn, waar je eigenlijk je eigen gepersonaliseerde feed van content ziet, van mensen, die, of mensen of bedrijven die je zelf wilt volgen. Bijvoorbeeld, um, stel dat je 5000 eigen connecties hebt, dan zie je natuurlijk alleen maar de content van um, een handvol mensen die je volgt. Uh, en dat zijn misschien niet altijd de juiste mensen die je op dat moment wilt volgen. Dus wat ik zelfs heb gegeten aan, is dat je zegt: we gaan uh, hier 2000 profielen aan pinnen. Dat is eigenlijk echt een, een, een andere omgeving dan LinkedIn zelf. We gaan hier die 1000 uh, mensen aan toevoegen en die vijf of die tien bedrijven. Je kunt die ook delen hè, met het team. En in onze uh, feed, in onze nieuwsfeed van, van SalesNetBegET zelf, zien we enkel maar de content van die duizend mensen in die vijf of tien bedrijven. Zodoende dat je zeker bent dat van de mensen die je echt bewust wilt volgen, dat je er alle nieuwe dingen van ziet passeren en dat je daar dan ook rechtstreeks op kunt reageren vanuit je eigen profiel. Dus dat biedt wel echt wel mogelijkheden om heel gericht de half uur dat je dan hebt per dag of dat je reserveert, om dat heel uh, bewust in te zetten. Ja. Dus dat, ik vind vanuit van van dat standpunt om te reageren en interactie aan te gaan met mensen, waar je graag interacties zou willen aangaan, of dat je toch in ieder geval de band hoog wilt houden, is dat eigenlijk een, een, een perfect, een, een prachtig medium. En anders heb ik al gemerkt dat er heel veel opportuniteiten om ja, interacties aan te gaan met de juiste mensen verloren gaan, omdat je gewoon ja, de content niet ziet passeren. Ja. Dus Sales Navigator is wel een heel interessant om te overwegen, als je zegt van ik wil, we willen echt structureel met LinkedIn starten met ons team. Overweeg dat om toch in het begin al echt wat focus te hebben op de juiste mensen om te volgen en de juiste mensen om te reageren. Voilà. Nou, goed, en inderdaad, je feed personaliseren en kijken wie dat er misschien wel functies verandert, wie dat er ja, recent post ja. heeft hebben geplaatst. Super interessant Dat om... zijn interessante features. Nu, het is dus zoals gezegd, vanaf dat je naar dat volgende niveau wilt schakelen, is dat relevant, maar je kunt heel veel doen ook ja, ja, ja. zonder zo'n navigator-account. Het, het is denk ik belangrijk om in het begin eerst je ritme te vinden. Hè? Dat ritme te vinden om elke dag een half uur tijd te maken of te vinden om inderdaad die, dat connectieverzoek uit te sturen, te reageren op uh, één of twee posts. En dan het derde punt, waar we nog niet over gehad hebben? Zelf posten. Ja. Uh, ja. Dat is dan vaak het derde punt. En als je die eerste twee vlot uh, in de vingers hebt, ja, dan moet je de stap, denk ik, over om zelf uh, content te posten. Uh, ik denk ja, in de vorige aflevering, hebben we het gehad over een content systeem uh, zoeken en vinden. Ik denk dat dat wel een belangrijke is om die, uh, om die consistentie te kunnen hebben. Ja, want dan kun je over een poolen van ja. content en van assets uh, ja. beschikken. Hè. Ja. Uh, want. Misschien is het belangrijk om het te openen. Om iets van impact te maken. Je gaat het toch wel een bepaalde frequentie moeten aanhouden. Ook weer, er is geen heilig antwoord. Maar drie à vijf keer per week iets posten. Drie als minimum. Vijf als. Dan zijn ze er heel goed bezig, denk ik, als je dat kunt volhouden. Dat is wel iets waar je naar moet kijken. Want we zien veel. We horen veel mensen die zeggen. Ik ga één keer per maand iets aan het posten. Dus we zijn heel goed bezig. Maar als je echt tractie wilt krijgen um, en, en daar stappen in wilt zetten, ja, dan ga je naar drie à vijf keer op weekbasis moeten gaan. Dus de frequentie gaat wel veel hoger moeten. Op een company page kan je natuurlijk iets lager, maar met je persoonlijk profiel gaat wel je, uh, je output naar boven moeten. Um, en zoiets, het is misschien gewoon iets, iets handig om eens over na te denken. Ik heb voor mezelf, uh, allee, we hebben heel veel assets en inspiratie, maar ik heb voor mezelf altijd zo'n drietal kapstukken waarover ik altijd iets kan zeggen. En dat heb je waarschijnlijk ongetwijfeld ook. Um, dus dat is misschien wel een goeie van dat, misschien gewoon eens concreet die na te denken over welke drie à vijf topics kan ik altijd iets zeggen. En als er dan geen assets zijn dat u aanspreekt of je hebt geen inspiratie op het moment dat je weet, ja, ik kan wel iets posten. Dat dat geen, dat dat geen uh, deterrent of, of hey, dat dat geen ontmoedigend iets mag zijn, waardoor je die een dag niks zou plaatsen. Dus probeer het voor jezelf eens even na te denken. Wat zijn drie of vijf fallback opties dat ik gewoon zonder inspiratie altijd iets over kan zeggen? Om aan die ja, drie tot vijf posts op weekbasis te kunnen komen. Hè? Ja. Um, dat is al wel Nog, een ja. interessante, denk ik. Ja, en dat is eigenlijk, die drie dingen zijn eigenlijk zijn de belangrijkste. Is de belangrijkste dat je eigenlijk je moet indrillen? Uh, daar hadden we misschien uh, een maand of twee voor nodig hebben om dat echt om dat niet meer te lossen. En maar de halve keer tijd per dag voorzien, idealiter in de voormiddag bijvoorbeeld, uh, waar je van zegt: ik ga. Uh, een of twee mensen uitnodigen. Ik ga proberen één of twee reacties te plaatsen. En ik ga proberen één post te brengen. Dat je dan die frequentie in het begin nog wat probeert te, mee te schuiven. Dat je zegt, ik begin met twee keer en ik bouw op bijvoorbeeld. Dat is ook perfect. Maar als je die drie dingen consequent doet, uh, dan zul je zien dat je dat netwerk heel efficiënt begint uit te bouwen. Dat je veel meer bereik begint te krijgen. En dat je na een paar maanden, want dat is dan ook wel belangrijk om te zeggen, na een paar weken en maanden. Spontaan mensen binnen te krijgen die via, u, via een gisteren naar u op LinkedIn sturen om een bepaald probleem op te lossen. Of om eens een keer na te denken over hoe, de, um, hoe dat je hem of haar zou kunnen helpen. Um, en dat effect komt er gewoon. Maar dat is pas na hè, drie, drie maanden of, of zes maanden. Waarom dat je consequent op die radar zit. Je moet ook de tijd geven en gunnen om u te leren kennen, dat vertrouwen te bouwen. Mensen zitten ook niet elke dag op LinkedIn. Um, dus ja, die herhaling is gewoon wel kiezen om ervoor te zorgen dat dat effectief ook op een gegeven moment beloond wordt in het vertrouwen krijgen om, om dingen op te pakken. Ja, en als het op vertrouwen krijgen aankomt, zie je ook dat eh, met die posts, zie je dat 80% wel effectief ja. tips en, en, en best practices of, 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 of learnings of inzichten zijn. Ja. maakt niet, maak niet de fout om vijf posts te doen per week en, dan, uh, en, en te zeggen we zijn goed bezig, maar als dat vijf commerciële posts over je producten of diensten zijn, ja, dan gaan die ook gewoon zelfs niet worden gelezen of dan tellen die niet mee naar het opbouwen van. Nee. Um, dus probeer daar echt wel te zien ja, wat, zijn, wat is kennis of expertise of inzicht die ik kan brengen waar het een andere concreet iets mee is. En als je gewoon ja, vijf keer uh, een, een commercieel verhaal brengt of een commerciële post, dan, uh, ja, dan, dan gaat deze aanpak ook niet werken. Nee, dan zie je bereik zo naar beneden gaan en dan ja, is, het, is het effect uh, weg. Hè. Ja. Maar dan cirkelen we even terug helemaal naar het begin. Uh, je moet er met de juiste mindset in zitten. Hè. Het, 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 het is geen. Het is geen commercieel, puur commercieel verhaal, uh, het opbouwen van een social netwerk. Het gaat echt over mensen verder helpen, oprecht. Uh, en we zien in, in de meeste, bijna in alle gevallen, dat het dan begint te resulteren naar uh, nieuwe business en nieuwe projecten en nieuwe cases. Maar je moet daar, en dat is misschien nog wat laatste om dat niet te vermelden: je moet daar het nodige geduld ook wel opzij zetten en uh, doorzettingsvermogen, want dat is niet altijd even evident. Hè. Ja. Voilà. Voilà. Ik hoop dat hij de ik, vraag beantwoord en ik, misschien een beetje een, een kader geeft om het ja, voilà. op te pakken. Nee, ik denk dat we een vrouw gezegd hebben wat is het niet in het begin, wat is social selling niet en hoe pak je dat via een eenvoudig stappenplan in drie stappen aan uh, op 30 minuten tijd per dag om ervoor te zorgen dat je binnen drie tot zes maanden uh, daar het volle potentieel van kunt benutten. Hè. Moesten mensen zijn die over een bepaald aspect daarover nog vragen hadden of die vastlopen, laat het ons weten via LinkedIn uiteraard. Of stuur uh, uw vraag via webstick.be slash vragen. Dan komen we er heel graag op terug. En uh, anders zien en horen we u graag tijdens de volgende Revenue Lab. Tot dan.